Niet zo snel, Snoddaard. Dat wordt gevangenis voor jou, jij smakelijke boef. Jij en je chocoladeknabbelbende hebben het gehad. Jongen, koekjes eten is hard werken. Ik hoef nog maar één doos. En ik heb 20 spaarpunten. En dat betekent dat ik de pyjama man actiefiguur met titanische elleboogstoot krijg. Ik kan het niet wachten. Sam, het is bijna etenstijd. Eten? Oh, tjonge, ik voel mij niet zo lekker. Dat was ik niet. Eerst bederven ze mijn eetlust en nu gaan ze elders problemen veroorzaken. Iemand moet ze tegenhouden. Iemand als... Pyjama Sam! Natuurlijk heb ik mijn cape nodig. Hier zit niets in. Hier zit niets in. Aha! Joepie, koekjes! Jullie zullen niemands eetlust meer bederven. Pyjama Sam is onderweg. De voorraadkamer. Natuurlijk. Hallo. Is daar iemand? Niemand hier. Alleen wij aardappelen. Oké, koekjes. Ik weet dat jullie hier zijn. Wat is... Dat kietelt. Stop daarmee. Waar brengen jullie me heen? Feest, het houdt nooit op. Wow. Dit is
voor pajama Thea. Oh, heb ik echt heel die taart opgegeten? Je hebt hem helemaal opgegeten, Sop. Volgens mij zit ik vol. Iedereen bedankt. Dit is een leuk feest, maar ik moet maar weer eens gaan. Het is bijna etenstijd en ik wil mijn eetlust niet bederven. Mijn moeder heeft lekkere broccoli gemaakt. Jij kunt in de gevangenis blijven tot je proces volgende maand begint, gezondheidsfreak. Volgende maand? Maar het is bijna etenstijd. Vertel dat maar aan de rechter. Sorry, maar ik moet nu echt terug naar het feest. La 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 la. Ik kan hier niet een hele maand blijven. Ik moet hier uitzien te komen. Ik heet Sam. Ik ben Fleurtje. Ben jij ook een politieke gevangene? Ik weet het niet. Ik denk dat ik hier ben omdat ik zei dat ik mijn eetlust niet wilde bederven. De snoepjes kunnen niet altijd even goed overweg met het andere eten. Maar ik ben geen eten. Hey, bonbons. Die vind ik lekker. Ik denk dat dit... Oeps. Goh, ik wilde niets kapot maken. Nou, misschien komt dit wel van pas. Sleutel. Ik vind dat ik wel een beloning verdien. Hoera, hij is open. Sam, het is je gelukt. Snel, laten we gaan voordat ze terugkomen. Oké, laten we gaan. Snoepjes troepen! We kunnen ons maar beter verstoppen. Ik moet zo snel mogelijk naar de voedselpyramide toe. Ik word verwacht op het vredescongres samen met de andere afgevaardigden. Ontzettend bedankt voor het bevrijden, Sam. Je bent een echte held. Ik zie je nog wel. Goh. Die troepen zullen me wel met rust laten. Ik behoor tenslotte niet tot een van de voedselgroepen. Maar ik neem geen enkel risico. Jongen, een spaarpunt. Als ik er 20 heb, dan kan ik een pyjama mijn actiefiguur met titanische elleboogstoot krijgen. Ah.
terug naar de gevangenis. Ik heb belangrijker dingen te doen. Ik ga daar niet naartoe met al die soldaten in de buurt. Wauw, wat een gaaf gebouw. De generaal D. Ah, nog een spaarpunt. Voedseleiland zit in grote problemen. Voedseleiland? Ja, Voedseleiland. Dit is er aan de hand. De luitjes die op Voedseleiland wonen zijn allemaal eten, toch? De vetten- en snoepjesgroep nemen de macht over. Er zijn er ook zoveel van. Zij veroorzaken problemen op het hele eiland. Generaal Biet wil ze de oorlog verklaren. Dat klinkt niet echt goed. Dat klopt inderdaad. Dus heb ik een vredescongres georganiseerd. Een lid van elk van de 6 voedselgroepen is gekozen als afgevaardigde. En zij moeten hier in de piramide bij elkaar komen om hun meningsverschillen uit te praten. Volgens mij heeft Fleurtje daar al iets over verteld. Klopt. Zij is één van de afgevaardigden. Het probleem is dat er hier maar 2 zijn en er moeten er 6 zijn. Dat is slecht nieuws. We hebben iedereen nodig, anders gaat het congres niet door. Wat? Gaat het congres niet door? Oké, dat is de limiet. Dit betekent oorlog. De generaal, nee. Het congres gaat nog steeds door. Hier is nog een spaarpunt. Dit is een kaart van het voedseleiland. Natuurlijk is dat zo, soldaat. Het zou anders niet echt nuttig zijn. Ik denk het niet. Oh, nog één ding, Sam. Ik moet hier blijven om te voorkomen dat de generaal de oorlog verklaart. Dus iemand moet de 4 andere vredesafgevaardigden vinden en ze hier naartoe brengen. Ze moeten in de problemen zitten, anders zouden ze er nu al zijn. Ik vind ze wel voor je. Pajama Sam helpt iedereen in nood. Maar hoe kan ik ze herkennen? Dat gedeelte is makkelijk. Ze dragen allemaal een strohoed. Fleurtje en Leo Lolly zijn hier. De afgevaardigden die nog ontbreken zijn... Chuck Cheddar, Boon 47, Oma Appel en Fred Baguette. Wat is dit? Een peloton snoepjes is zojuist het land binnengedrongen. Oorlog, let op mijn woorden. De generaal wacht. Jongen, ik kan maar beter op zoek gaan naar die afgevaardigden en ze snel hierheen brengen. Hoi Fleurtje, ik denk dat dit het vredescongres is, toch? Ja, dat klopt. Het is leuk om je weer eens te zien, Sam. Auw! Hier is nog een spaarpunt. Excuseer, volgens mij kennen wij elkaar nog niet. Nee. Oh, het spijt me. Leo, dit is Pajama Sam. Sam, dit is Leo Lolly, van de vetten en snoepjes. Ik ben gevraagd hier te komen vanwege mijn ontzettend goede smaak. Ik snap het. Hoi, ik ben Sam. U bent de bibliothecaresse, hè? Ja,
Dat klopt. Waarom huilt u? Kan ik u helpen? Oh, nee, bedankt. Het is dit... dit boek dat ik aan het lezen ben. Het is erg aangrijpend. Sandra Selderij. Educatie. Goed voor. 1 gratis. Dansles. Oh, jongen, ik hou van dansen. Dat ik nooit meer in de gevangenis kom. Ah, nog een spaarpunt. Nee, dat klopt niet. Alleen pompoenen toegestaan. Alleen pompoenen, inderdaad. En, hij is geen pompoen, dus, Dus dat betekent? Dat betekent dus dat jij er niet in mag. Verboden toegang. Tenzij dat jij een pompoen bent. En dat ben jij niet. Een pompoen. Sorry. Dat geeft niet. Oh, fijn. Nog een spaarpunt. Zou ik erdoor mogen? Ik hoop dat ik er 20 vind. Ik ben Sam. Ik word de grote denker genoemd. Maar waarom kan ik niet doorgronden? Doorgronden? Ik zit hier op de top van de berg der wijsheid. En denk na over de duistere mysteries van ons universum. Waar pieker je op dit moment over? Hoe denk je dat ze de slagroom in een soesje krijgen? Ik weet niet hoe ze die erin krijgen, maar ik weet wel hoe je het eruit moet krijgen. Wauw, die hoorn is echt groot. Ja, dit wordt de hoorn der wijsheid genoemd.
Ik blaas er graag op als ik het antwoord op een vraag vind waarover ik aan het pieken was. Wat gebeurt er als je erop blaast? Probeer het maar eens. Wat een hoorn. Niet zo hard de volgende keer. Een gondel. Ik vraag mij af waar hij heen gaat.